Mijn naam is Johan van Straten. Ik ben docent en coördinator van de Metal Factory hier in Eindhoven. Sinds 6 jaar zijn we hier bezig met deze MBO 4 opleiding, gespecialiseerd op metalmuziek. Ik geef een aantal lessen in de week en verzorg voor de rest de achterkant, ook van het leerbedrijf, alle stageplekken. En daarnaast ben ik ook studieloopbaanbegeleider. De reden dat mensen voor de Metal Factory kunnen kiezen en ook die keuze ook daadwerkelijk maken, is omdat wij de enige opleiding zijn, sowieso in Europa, voor zover wij weten ook wereldwijd, die deze tak van muziek aanbieden eigenlijk, die deze specialisatie aanbieden. Daarnaast hebben we een heel actueel docententeam waar we heel erg trots op zijn. Dus allemaal muzikanten die super nog in de praktijk zitten. En daarnaast zijn we eigenlijk ook altijd vooruit aan het kijken. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de internationalisering van de opleidingen. Dat betekent dat we over 2 jaar ook studenten uit heel Europa deze kant op kunnen krijgen. Dus wij zijn eigenlijk constant bezig om onze opleiding unieker te maken en echt een eigen plek te verwerven. En dat valt ook op bij studenten en bij muzikanten. En op die manier verwerven wij echt onze eigen plek en is het een hele fijne plek om hier naartoe te komen. Er zijn natuurlijk meerdere opleidingen die goede docenten hebben, maar wij zijn wel heel erg trots op dat echt al onze docenten gewoon eigenlijk iedere week nog op de planken staan. Dus niet alleen de muziekdocenten, maar ook de docenten Nederlands en Engels. Eigenlijk gewoon alle docenten hebben echt een enorme link met de muziek, wat er ook voor zorgt dat zij ook een goede link met studenten kunnen maken. Dus op die manier hebben we echt al een heel uniek team, ja, absoluut. Nou, we zijn met Metal Factory nu 6 jaar bezig en we zijn voor de 3e keer verkozen tot topopleiding. Dat betekent dat je in een klassement komt, volgens het werkveld, volgens docenten, volgens organisaties goed doen. En dit jaar zijn we ook verkozen tot allerbeste opleiding eigenlijk. Dus we zijn, zoals een mooie, de nummer 1 opleiding op muziekgebied in Nederland. Dat heeft te maken met studententevredenheidsonderzoeken die we doen, die ook vanuit de overheid worden georganiseerd. Het heeft te maken met diplomeringen. Daar zijn we super trots op natuurlijk. Dat doen we samen met onze docenten, maar ook met onze studenten. Als studenten niet tevreden zijn, dan kunnen wij ook geen topopleiding worden. Ik denk als je hier natuurlijk op je instrument wil je geschoold worden. Wil je als bassist wil je een betere bassist worden en noem maar op, als drummer een betere drummer. Maar daarnaast zien wij ook dat de muziekpraktijk, de muziekbusiness enorm veranderd is in de laatste jaren. En die blijft ook veranderen. En dus ook aspecten, de businesskant bijvoorbeeld is een hele belangrijke factor aan het worden binnen de muziekindustrie. Dus hoeveel kun je als muzikant zelf doen? Dus wij hebben het niet eens meer per se alleen maar over muzikant, maar wij noemen het muzikant-ondernemer, waar we toe opleiden. En daar passen we ook ons vakkenpakket op aan. Zijn we ook bezig met stages om daar naartoe te kijken. Hoe kun je nu echt als zelfstandig ondernemer binnen die muziekindustrie je plek verwerven? Hoe kun je je eigen werk creëren? En hoe kun je op die manier dus ook zorgen dat je een steady inkomen gaat krijgen als je daar ontzettend hard voor werkt?